Leven in vrijheid voor mij betekent vrij zijn en jezelf los in de maatschappij kunnen voortzetten. En gewoon, ja, vrijheid. Gewoon naar de stad te kunnen gaan en dat soort dingen en alles. Het doel van het project Leven in Vrijheid is het vergroten van de bewustwording bij medewerkers als het gaat om het thema Leven in Vrijheid. En het uiteindelijke doel afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen. Ik woon nu op een buitenhuis. Daarvoor heb ik op de Belen gewoond. Daar hadden veel vrijheidsbeperkingen. Ook met separeer, time-out, dat soort dingen. Geen mobiel op zak. Op dat moment vond ik dat totaal niet leuk. Maar achteraf is het wel goed geweest. Plurijn gaat met mijn vrijheid goed om, want zij geven mij de kans om vrijheid te krijgen en te benutten. Wij willen alles doen om zelfregie van cliënten zo goed mogelijk te stimuleren. En dat ook zo in zoveel groot mogelijke vrijheid. Als bij mij een conflict uit de hand liep, dan drukte ze op de piepen. Werd ik gefixeerd en dan moest ik naar de time-out toe. En bij mij was het zo standaard ingesteld dat ik een half uur tot rust kwam. Dat is ook in overleg gegaan met mij dat ik dat wou. En dan gingen we in een herstelgesprek over wat er is gebeurd, wat we de volgende keer beter kunnen doen en dat soort dingen. De doel van de cliëntenraad is om de zaken die de cliënten zelf niet aankunnen, dat die door de cliëntenraad gedaan worden. Nou, als je een cliënt hebt, en dan neem ik wat die hier in de CCR zitten, die kunnen voor hun eigen opkomen. Die kunnen gewoon zelf bepalen wat ze willen en binnen de perken natuurlijk wat ze willen. Maar op de winkelsteeg is dat gewoon, de cliënten die zijn gewoon gebonden aan een rolstoel of ze zijn zo verstandelijk beperkt dat ze dat gewoon niet kunnen. Dus dat verschil is er natuurlijk wel heel erg. Het personeel wil bijvoorbeeld dat de deur open blijft en dat er een rolstoel van de rem afgaat. Dat er geen bord voor zit voor een tafel. Maar ouders zeggen, ja, dat hebben we liever niet. Doe dat maar niet. En dat hebben ze op de winkel wel heel goed geregeld hoor. Want dat staat allemaal keurig in het IP, het individueel plan. Wat getekend wordt door ouders en door de begeleiders. Dus het is wel heel duidelijk voor iedereen wat wel en niet mag. Ja, wat ik terughoor over de locaties die al langer met dit thema aan de slag zijn, is dat de bewustwording bij medewerkers heel erg aan het plaatsvinden is. Dat er bijvoorbeeld door middel van een tool van Vilans, middels een geeltjesmeting, heel duidelijk in beeld is gebracht welke maatregelen hanteren we nu met elkaar. En dat dat soms veel meer maatregelen zijn dan, dat we, dan waar we in eerste instantie erg in hebben. Dus dat is natuurlijk al een hele mooie eerste stap. De vervolgstap is natuurlijk om daar verder het gesprek over aan te gaan en te kijken samen met de cliënt of er alternatieven mogelijk zijn. De vrijheid die de begeleiding mij geeft, die heb je zelf verdiend en de leiding heeft je daarin begeleid om die vrijheid aan te kunnen en ook aan te leren hoe dat moet. Bijvoorbeeld dat ze hebben mij leren met de bus te reizen en met de trein te reizen. De kartrekker bijeenkomst is specifiek bedoeld per onderdeel. Is iemand verantwoordelijk voor zorgen dat dit programma uitgevoerd wordt? Nou, die mensen komen bij elkaar. Dat is de kartrekkersbijeenkomst. En wat vooral belangrijk is, is dat kartrekkers van elkaar leren en elkaar inspireren. Ja, mijn verwachtingen voor de toekomst zijn dat de vrijheidsbeperkende maatregelen echt worden teruggedrongen. En dat mijn medewerkers echt bewust zijn van, nou, waarom pas ik deze vrijheidsbeperking nu toe? Moet ik wel deze cliënt afgepast zakgeld geven? Of moet ik deze cliënt wel beperken in het in de hoeveelheid check die hij per dag mag roken? En als we die bewustwording op gang hebben, dan hebben we denk ik een hele mooie doelstelling bereikt. Ik denk dat meer vrijheid die een cliënt krijgt, hè, als het gaat om dat kunnen hele kleine dingen zijn die anders vormgegeven worden, dat heel veel kan doen voor een cliënt. Dat de eigenwaarde van een cliënt al mee groeit. Ik heb nu ongeveer 2 en 3 jaar geen conflict meer gehad. En het gaat prima zo eigenlijk. Eigenlijk op Plurijn heb ik de meeste vrijheid in mijn leven gekregen zelfs. En daar ben ik heel blij mee, want zij durven het aan. Het lijkt me ook heel leuk om echt op mezelf te gaan wonen. Maar ik weet wel dat ik nu nog niet klaar voor ben en de hulp voor nodig heb.